Present my little sci-fi story tonight about a guy called Jan Friedhelm Wittke. Rakitenbauer, Lügner, Lügner und Verbrecher, Betrüger und Faschisten. Im Fernsehen läuft mal wieder eine dieser Übertragungen eines Raketenstarts der NASA, welche von Jan F. Wittke. Mark Bombastik. Ich, Mark Bombastik, bin aus dem Schatz verführt. Just music, you have nothing to see, so have a seat. And the title is Une antenne osseuse, like a bone antenna. And it's about a French guy called Alfred Tomatis talking in French, but he will explain, about the internal ear and perception. So. Je crois qu'il y a une loi de la nature, et ma foi j'y crois beaucoup. En ce sens que les enfants ont toujours des oreilles exceptionnelles au départ. Malheureusement, parce que l'oreille utilise le langage qui s'est plaqué sur sa fonction de charge, et parce que le langage a des paramètres psychologiques très étendus, immédiatement il risque d'y avoir des contre-réactions, et ces contre-réactions font que l'enfant, pour ne pas entendre ou pas entrer en communication, connaît toutes les clés pour verrouiller ce passage auditif. Et provoquer des distorsions et de là ensuite léser son oreille quand elle est musique. Doe het apparaat een aantal niet. Emmy, wat vind jij daarvan? Ik heb het precies gedaan wat ik moest doen. U hoorde zojuist een experiment met Auditel. Het gaat hierbij om een experiment van het onderzoeksinstituut van PTT, het Dr. Degen Laboratorium. Hier worden apparaten ontwikkeld. Hoe vinden we ooit de weg naar huis? Laat dat maar aan mij, jongen. En ga je kamertje maar eens opruimen, dan vind je hem vast wel. Sloddervos? Nee, jij dan. Lastig kind. Stom mens. Oh. Jij
Ja, straks liep ik hier door de gang. En ja, wat zag ik daar op de grond liggen? Ik heb werkelijk geen flauw idee. Het was een sok. U meent het? Een linkersok. Was het echt een linkersok? Ja. 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 Wat ja. Fijn. En wat heeft u? Heeft u die meegenomen toevallig? Die sok? Ja. Die heb ik. Ja. Verzwolgen. U bedoelt dat u mij voorgeslikt? Misschien toch wel zonder zorg. Op last van de politie. Oldenbarneveld, een plaats die niet meer bestaat. Partijzaal, verminkingsproces, ik sta voor vrijheid. Een moeilijke keuze. Kiezen is krijgen, niet om mee te nemen, niet om te zitten. Consumptie verplicht. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Schadeservice, alles naar de kloten, dat is een sterke arm. Tweedehands dealer. Laat je winkel hard sneller kloppen. Twee zones, drie stempelen, broodje warm vlees, de concurrent. Kwaliteit is onze garantie. Pedicure, manicure, uw warme bakker, nu nog internationaler. Waardenberg onttekeningen. 1 plus 1 is 3. Dubbel lekkere zakken vullen, extra keuzekorting. Vierkant verzekerd, voordeliger dan meerdere keer per jaar. Tijd. Haalbare idealen. De Vereniging voor Verlegen Mensen, arrangementen, kunsten met beentjes. Kunstig gezang, onspectaculair, licht obscuur, carpetten, assurantieën. Een nieuwe manier van stofzuigen, eenbaansweg, zachte berm, net buiten de bebouwde kom worden. Door de tralies kijken en broodjes scoren. Hier heb je een biertje en een wijntje en zet toe. Luz fez tradição e o barco anda deslizando macio azul.